Ik vind het trouwens heel stoer dat je hier bent. Dankjewel. En ik zal even uitleggen waarom. Want ja, je kunt het wel goed zien. Je hebt een verlamming. Ja. Hoe komt dat? Nou, alle waarschijnlijkheid door stress. Waardoor de zenuw verlamd is geraakt. Vermoedelijk het herpesvirus. Ja. Dat zit in mijn lichaam. Zoals bij zoveel mensen. En dat kan een koortslip geven en onder extreme omstandigheden kan dat dus een gezichtsverlamming veroorzaken. Ja, en dus ben je ook even niet in de kamer nee, geweest? Nee, ik moest rust nemen. Ik heb een stevige kuur prednison net opzitten. En vrijdag zie ik mijn neuroloog. Maar komt het nog goed, denk je? Ik hoop het. Volgens de statistieken bij 75% die geneest er volledig van. En 25% houdt schade. Dus vandaar dat ik ook meteen eerlijk erover was. Want voor hetzelfde geld moord op die 25% en er staat een lang behandeltraject op me te wachten. Ja, dat is niet te hopen. Wanneer kom je terug eigenlijk in de kamer? Ik wil sowieso volgende week, tenzij mijn neuroloog anders zegt, echt het werk gestaag gaan hervatten. Oeh, dus wel snel eigenlijk. Ja, maar ik vind werk ook leuk. En werk helpt vaak ook om weer beter te worden. Dus ik heb wel met mijn team afgesproken, ik ga niet alle debatten doen. Mm-hmm. Maar ik ga wel gewoon de debatten die niet langer dan 4 uur duren, die ga ik dan wel doen. Ja. Dus de hele lange zitten. Bijvoorbeeld EZK staat volgende week, de begroting staat erop. Nou, dat is een zit waarschijnlijk van 6, 7, 8 uur. Die doe ik dan niet. Maar er staat bijvoorbeeld de digitale euro en een gesprek met Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Ja. Dat zijn afspraken uit mijn hoofd zo rond de 3, 4 uur. Die kan ik denk ik wel aan. Je zegt het heeft met stress waarschijnlijk te maken. Maar je hebt een functie die heel veel stress oplevert. Je hebt natuurlijk veel stress gehad de afgelopen tijd. Ja. Waarom zou je überhaupt dan teruggaan? Waarom neem je niet nog meer rust? Gewoon voor jezelf? Nou, dat is toch het aard van het beestje ook misschien wel. Ja.